Rob van de D66. Hallo. Welkom op de bank. Ook voor jou geldt dat we een aantal vragen met je door gaan nemen. Je hebt ze al een aantal keer gehoord. Ja, klopt. De antwoorden worden, als het goed is, allemaal anders. Maar ik ga ze toch gewoon allemaal weer stellen. En dan gaan we beginnen met de eerste. Wat doe je voor werk? In opdracht van bedrijven en overheden bemoei ik me met het ontwikkelen en realiseren van bouwplannen. Kort en bondig. Hey, en ook als je thuis komt, hoe ziet de gezinssituatie eruit? Allebei mijn dochters die zijn het huis uit, dus ik woon samen met mijn vrouw. Ja. En die dochters zijn het huis uit, maar dat heeft dan wel het neveneffect dat ik ook nog 4 kleinkinderen heb. Ja, yeah, je bent opa. Ja. Ja, geweldig. Hey, wat zijn uw hobby's? Zeilen en heel veel dingen die daarmee te maken hebben. En uw favoriete muziek? Vanuit mijn achtergrond, Dixieland, country. Dat zijn toch wel muziek als ik alleen ben en ik wil wat horen, dan komen die cd's toch gaan in de schuif. Wat is uw favoriete vakantieland? Zeg niet dat het ook Italië is. Nou, ik wou het anders antwoorden. Goed zo. Gebieden waar eilanden zijn. Oké. Die zijn er ook in Italië. Maar gebieden waar eilanden zijn, daar kun je fantastisch zeilen. En die hebben we gelukkig een aantal, maar in Europa. En je kunt het ook verder wegzoeken. Ja, ja. Wat is het beste, het mooiste boek wat u ooit heeft gelezen? Ik ben op dit moment een boek aan het lezen. Dat heet De Laatste Reis van Donald Crowhurst. Dat heeft met zeilen te maken. Dat is een Engelsman die ooit vertrokken is in een race om de wereld. Die onderweg in zijn eigen fantasie is verdwaald. En uiteindelijk is zijn boot en zijn dagboeken zijn teruggevonden. Okay. En hij nooit meer. En dat is een heel indrukwekkend. Hoe dat die man jarenlang daar naartoe geleefd heeft. Hoe dat die mensen heeft kunnen inspireren om aan dat avontuur te beginnen. Ja. Want het speelt in het begin van deze eeuw. Ja. En toen was de communicatie nog niet zo makkelijk, maar als het nu allemaal is. Ja. En dan zie je toch dat iemand heel getalenteerd, dat hij toch niet overal tegen bestand is. En toch in een situatie kan komen dat hij zichzelf verliest. Klinkt als interessant, denk ik wel. Ja. We moeten al door naar de volgende, want volgens mij als ik u gang laat gaan, gaat u er nog veel meer over vertellen. Maar wat is uw lievelingseten? Stokvissenmaal. Stokvissenmaal? Ja, weten nauwelijks nog mensen wat het is. Vroeger, leg het snel uit dan. Vroeger op mijn verjaardag thuis kreeg ik dat altijd. Dat is stokvis, maar dan moet je in Nederland vervangen door kabeljauw. Ja. Met aardappels en rijst en botersaus. Wat is uw favoriete drankje? Whisky. Whisky. Wat is de favoriete sportclub? Dat is eigenlijk een team waar mijn kleindochter in zeilt. Aha, weer met de watersport te maken. Heeft weer met de watersport te maken. Wat is uw favoriete plek in Sliedrecht? Nou. Bij mij in de tuin, achter aan de rivier. Ja. Met het uitzicht op het Biesbos. En waar ik altijd zeg, de Randstad eindigt bij mijn voordeur. En dan ben je echt alles kwijt. En de rust van het water. Ja. Interessante dingen die vaak langskomen. Ja. En wat met scheepsbouw te maken heeft, maar met de baggerindustrie. Daardoor woon ik in Sliedrecht, omdat ik het verleden een hele periode bij Boskalis gewerkt heb. Ja. Mooi, die achtertuin, heerlijk. We gaan naar de dilemma's. Het bad of de douche? De douche. Club of kroeg? Club, vriendenclubs. Volgerecht of dessert? Dessert. Kaasplankje. Echt waar? Ah. Bent u een ochtendmens of bent u de nachtbraker? Ik ben een ochtendmens die af en toe veel te laat opstaat. Oké. Okay. Maar vroeg op zijn is gewoon heerlijk. Lange dag, hè? Ja. Ja. Vlees of vis? Vis. Vis. Dit was het wat betreft de vragen en de dilemma's. U heeft een loodje getrokken. Daar kwam uit dat we met u naar de grabbelton gaan. U mag. Nou. Grabbelen in de ton. En wat moet ik, wat het wordt er voorgesteld te vinden? Nou, u voelt het vanzelf, maar gooi het eruit wat u aan te veel vindt.
Kijk, u heeft hem al. Nou, een paasaartje. Ach ja, we blijven in het seizoen van het jaar. Ik ga de kaarten bijpakken. Even kijken welke kaart ik hiervoor nodig heb. U heeft getrokken de rode. Nee, er zaten drie kleuren. Oh, de kleurtjes. Ja. Het gaat om de kleur rood. Ja, het is echt frappant, maar hij is leuk. Wat wil uw partij, de D66, de komende 4 jaar doen op het gebied van sport? Dus niet u, maar de partij. Dat er duidelijkheid komt voor de sportclubs. De plannen die er nu zijn voor over het spoor, die zijn nog ver weg. En je kunt al die sportclubs niet laten bungelen. En als je onduidelijkheid hebt, dan zie je wat er met de tennisclub gebeurt. Ja. Dat had ook anders kunnen lopen. Maar goed, die dingen kun je niet meer terugdraaien. Maar sport is ontzettend belangrijk. Maar hebben jullie en niet concreet dingen dat je zegt, nou, over 4 jaar of de komende 4 jaar gaan we ons hier hard voor maken? Ik kan één ding noemen wat betreft de voetbal. Ik denk dat die het beste af zijn. Dat die op korte termijn te horen krijgen dat ze weer een prima clubhuis krijgen. En dat verhuizen van de voetbalvelden, gezien de ruimte die we aan de oostkant, aan de andere kant van de Rijksweg hebben, Is dat helemaal niet zo urgent. En bovendien is dat een ruimtelijke ordeningskwestie. En ik denk, Sliedrecht is te klein om daar te lang zijn eigen naadje te willen naaien. Laten we alsjeblieft met Hardingsveld, met Papendrecht, met Alblasserdam gezamenlijk kijken naar de ruimte die we tekort komen. Want het geldt niet alleen de sport, maar ook wonen ligt er een behoorlijke taak. Sliedrecht heeft daar ook een aanzienlijke rol in geaccepteerd. En dat moet gebeuren. En dan moeten we niet nu heel krampachtig op basis van korte termijn behoefte kijken wat moet er aan de andere kant van het spoor gebeuren. Kijk naar alles wat er daar moet gebeuren. Kijk naar de ontsluitingsmogelijkheden daarvan. Die zijn in Sliedrecht hartstikke lastig. Je kunt wel beginnen maar over een tunneltje, maar over de fietsers. Maar als je over 5 jaar daar ook woningen bereikbaar moet maken, dan moet je nu over die structuur samen met de andere gemeenten, Papendrecht en Hardingsveld, hebben daar gewoon wat meer mogelijkheden voor om aan de andere kant van de Rijksweg en aan de andere kant maar van het spoor te komen, maar als wij. Ja. Dus laten we dat alsjeblieft niet als Sliedrecht alleen oplossen. We willen lossen, want we lossen het alleen niet op. Nee, duidelijk. Dat is een duidelijk standpunt, denk ik. We gaan naar het bord. Oké. Het verwachtingenbord. Het voorspellingsbord. Even kijken. Ook voor u geldt dat u een stift mag pakken. Hier liggen de 3. Ik pak maar blauw. Ja. Want groen zit er niet bij. Nee, groene ontbrak in het zakje inderdaad. Het is de bedoeling dat u eerst bij onszelf begint. Dat is helemaal rechtsonder. Wij doen vreselijk ons best voor 2 zetels. Oké. En er wordt steeds gezegd nieuwkomers, maar wij zijn gewoon terug van weg geweest als D66. Ja. En ik denk dat we daar best wat hoop aan mogen ontlenen. Daarom, ik volg Annie niet helemaal, denk ik toch dat 4 voor hun een reëel getal is. 4 voor Pro Sliedrecht. CDA, anderen wat optimistischer als ik. 3. CDA krijgt een 3. SGP ChristenUnie nu 7. Dat kan naar 6. Nu zit ik inmiddels op 15. Ja. Dan heb ik er nog 6. 6 te verdelen. 6 te verdelen. En dan denk ik dat ik er 2 hier zet, 3 daar zet en 1 bij Sliedrecht nu. Je hebt hem heel je hebt hem goed verdeeld, zou ik zeggen. Maar goed, dat is. Kijk, er is net gesproken over het aantal, de uitbreiding van het aantal zetels in Sliedrecht van 19 naar 21. En je dacht, ik pak ze alle 2 zelf. Wij denken, dat is in de verdeling. Dat is niet. En wij kijken ook van hoe dat we het landelijk doen, maar normaal maar in Sliedrecht. Ja. De reacties die we krijgen op mail van mensen zeggen, goh, we hebben de AD kieswijzer gedaan en we komen. Sommige mensen tot hun verwondering, maar op D66 terecht. Hopen dat dat lekker uitstraalt. En dat wij straks een rol kunnen spelen om het politieke geluid in Sliedrecht
is lekker te verfrissen. Goed zo. Dankjewel dat je op de bank zat.